Yo, Nintendo fans! Hier ben ik weer een keer! In mijn Animal Crossing trui! Met Animal Crossing New Horizons! Jullie vroegen je vast af, Rick, speel je nog wel Animal Crossing? Ja. Maar ik heb heel mijn eiland plat gegooid en opnieuw opgebouwd. Ik ben nog niet klaar, maar ik wil jullie wel even laten zien wat ik tot nu toe heb. Zo heb ik hier bijvoorbeeld naast mijn huis echt een prachtige ijstuin gemaakt. Met een sneeuwengel op de vloer. Ik vind sowieso die DIY's die je nu in de winter kan krijgen echt super dope. En jullie zijn vast ook benieuwd welke villagers er allemaal op mijn eiland zijn. Ik heb namelijk bijna mijn 10 favoriete villagers te pakken. Maar ik wil jullie eerst laten zien welke villagers er allemaal weg zijn. En die heb ik hier op de zolder. Ik heb een speciale zolder gebouwd voor elke villager die al van mijn eiland weg is. Die al verhuisd is. En jullie zien het. Rattle, Lionel, Phoebe, Bangle, Boots, Apple, Pearl, Lucky, Molly en Mitzi. Nou zullen jullie het vast niet eens zijn met een paar van deze. Dus laat even in de reacties weten wat jouw favoriete villager is. En vergeet dan gelijk niet te liken en te abonneren natuurlijk. Ik ben trouwens één villager vergeten. Want deze baas, Eric, die is ook al weg van mijn eiland. Ik moet dus nog even een leuk plekje vinden voor Eric. Want je ziet dat ik hier dus allemaal plekjes heb gebouwd. En een item op die steen heb gezet waar ze mij aan doen denken. Bijvoorbeeld onze grote vriendin Apple. Ja, natuurlijk, die doet me denken aan een appel. En Boots, die houdt van sporten. Dus die heeft een proteïneshake gekregen. Oh, en nu weten jullie gelijk waar de namen van mijn katten vandaan komen. Mitzi en Pearl. Yay! Oh, en dit is trouwens mijn sneaky kelder. Waarin ik heel het eiland in de gaten hou. Op mijn camera's. En niks zal me ontgaan. En ondertussen chill ik hem hier gewoon in deze lekker comfortabele bank. Het is wel een beetje een creepy kelder, hè? Maar ja, daar zijn kelders ook voor. Kelders die horen vaak creepy te zijn, toch? Dus ik denk, nou, laat me dan maar zo'n kelder bouwen. Oké, door. En als we dus vanuit mijn sneeuwtuin doorlopen, dan hebben we hier een schuine brug. En ik moet dit stukje nog een klein beetje vol gaan bouwen, want ik wil een heel natuurlijk eiland maken. Hier, over de brug, vinden we dan Nook's Cranny en de Able Sisters winkel. Die zit lekker bij elkaar. Dat vond ik altijd leuk, een soort van shopping district maken. Hier staat dan ook een bordje dat je die kant op moet. Voor Nook's Hoek. Laat die klingels maar rollen, vriend. Maar dit is misschien wel het leukste deel van mijn eiland. Namelijk als je binnenkomt met het vliegtuig, dan start je hier tussen de lampjes, de paddenstoellampjes en de verlichte cadeautjes en de watervallen. En dan loop je hier naartoe en dan ga je richting mijn dorpje. En mijn dorpje vind je hier. En ik heb bij elk huisje leuke bordjes neergezet van degenen die hier wonen. En dit zijn bijna mijn 10 favoriete villagers, guys. We hebben hier Nibbles, die altijd een popster wil worden en ondertussen dat ze best wel lompig is en dat ze super leuk. We hebben hier Camo Frog, mijn enige cranky villager. Maar ja, ondertussen begint Camo Frog wel gewoon echt dik mijn maat te worden. Kijk hem met zo'n toffe huis met een jungle muur en een leger print vloer. Heb je nog een leuk DIY'tje voor mij vandaag? Een stapel zenkussens. Heb ik die al? Hé, die heb ik nog niet. Holy crap, ik heb zoveel DIY's, maar deze heb ik nog niet. Daarom ben jij mijn maat, Camo Frog. Hoppakee. Kom, Camo Frog, we maken even die pika, toch? Je weet zelf. Kijk, deze had ik dus nog niet. Super nice. Maar ondertussen heb ik echt al heel veel DIY's. Ja, of ik dit spel nog speel... Best wel, zoals je kan zien. En misschien vraag je je af, man. Rick, maar je speelt dit nooit meer op YouTube. Waarom speel je dit nooit meer op YouTube? Dat komt omdat ik dit altijd speel op twitch.tv/Rickachu. Ik stream deze game bijna elke week op Twitch. Dus als je dat wil zien, kom vooral ook lekker daar kijken. Want dan zie je bijvoorbeeld hoe ik dit bouw. Een heel mooie greenhouse. En inderdaad, daarachter zie je dan weer de rechterkant van mijn ingang. Oh nee, dat is dan de linkerkant van mijn ingang. Met een mooi audio printje hier zo. Ik vind het super leuk om allemaal van dit soort bordjes neer te zetten met van die leuke printjes. Ja, dus dit is mijn greenhouse. Dus hier laat ik al mijn planten groeien. Nou, hier aan de linkerkant is niet zo heel veel te beleven. Ik heb deze week weer eens een keer knollen gekocht. En ik had hier een gigantische bloementuin met alle bloemen die er zijn in Animal Crossing New Horizons. Maar ik ben dit een beetje zat, dus ik ben die bloemen aan het verdelen over de rest van mijn eiland. En deze bloementuin, die gaat weg. Anyways, we waren in mijn dorpje gebleven en hier woont Ruby. En Ruby vind ik echt geweldig. Ruby is een albino konijn met roodkleurige ogen. Vandaar de naam Ruby. We gaan zo Ruby even opzoeken. En, jongens, we hebben Sprocket weer, hè? Iedereen die mijn eerste video's heeft gezien van de Animal Crossing New Horizons, die weet dat Sprocket mijn allereerste villager was ooit. En nu is hij weer terug, ook op dit eiland. Want dat andere eiland, dat heb ik gewist. Ik ben gewoon helemaal overnieuw begonnen. Sprocket zegt, yo, ik was al op je aan het wachten. Klik, luk, klik, luk. Het t-shirt dat ik tijdens mijn workouts draag, beschouw ik zo onderhand als familie. Enig idee waarom? De ademende stof, denk ik. Zo te merken weet je het een en ander over sportkleding. Het is zeker niet onbelangrijk. Maar ademend materiaal is eigenlijk niet wat ik wil. Want als je t-shirt
aan je lijf plakt door het zweet, lijken je spieren alleen maar groter. Hoe kan een metalen robotvogel spieren kweken? Dan deukt dat metaal toch in? Dat werkt toch niet? Anyway! Als we dan naar de tweede verdieping in mijn dorpje gaan, hebben we hier Joey wonen. En ik vind Joey superleuk, maar ik wil Joey gaan vervangen door Ketchup. En dan hebben we gewoon mijn 10 favoriete villagers ooit in Animal Crossing. Dan hebben we mijn top 10, want hier woont ook Savannah. Savannah is de laatste nieuwe villager die op dit eiland is komen wonen. En Savannah, die had ik inderdaad ook op mijn allereerste eiland. En die heeft zo'n leuke indruk achtergelaten dat ik haar gewoon nog een keer wil, ook op dit eiland. Ik heb trouwens een leuk huis. Echt super gaaf. De eerste 5 huisjes die je op je eiland zet, die hebben allemaal een standaard indeling. Dus dan heb je niet per se het huisje van Savannah. En dat was dus op mijn vorige eiland ook het geval. Met Sprocket, maar ook met Savannah. En hier hebben we mijn favoriete beertje. Het is toch niet Judy. Het is Stitches! Hey, en Ruby die is hier ook. Ik ben echt zo verliefd op Ruby. Wat is Ruby toch een super tof konijntje. Wist je soms dat ik hier ook was? Ja, dat wist ik. Daarom kwam ik hier naartoe, Ruby. Hallo Stitches! Stitches heeft het echt altijd tijd over snoep. Wat een leuk speelgoedkamertje heb jij, Stitches. En naast Stitches woont Dora. Dora is mijn oudste villager. Die heeft nog steeds haar standaard huisje. Is de enige met een standaard huisje. En dan als we naar de derde etage gaan, dan hebben we hier de huisjes van Hugh en van Eugene. En hier moet je een beetje oppassen voor de aliens. Want je wil niet meegenomen worden door aliens. Dat is niet leuk. Het is mij nog nooit gebeurd, maar ik kan je vertellen, dat is niet leuk. Dus ja jongens, dit is mijn mooie dorpje gebouwd op 3 lagen met kleine watervalletjes, met bloempies. Iedereen woont hier gezellig lekker bij elkaar. Superleuk. En als we dan hier naar beneden gaan, als we het dorpje uitlopen, dan heb ik hier links een plekje gebouwd waar je een surfboard kan lenen. Kijk, dit is een plekje voor alle surfdudes. Kan je lekker gaan chillen, lekker van het kampvuur genietend. Lampjes op de achtergrond, hartstikke leuk. Maar hier rechts... Hier rechts, jongens, hebben we een piratengrot. Raw! Hier is de schat... Hier is een schatkaart. Hoi, Nibbles. Zit je iets dwars? Ik ben niet op zoek naar een sweatshirt. Dan moet je bij Sprocket zijn, denk ik. Oh, ik krijg alsnog een sweatshirt. Nou, dankjewel, Nibbles. Daarom hou ik zo van je. Anyway... De piratengrot. Als je hier naar binnen loopt, dan denk je... Ja, ik wil die gouden roos hebben. Ja, ik moet daar naartoe. Ik moet daar naar de kaars. Ik moet die gouden roos gaan pakken. Maar wat is dat? Ik zie een skelet. Ik zie een skelet. Ah, wat zou hier om de hoek zijn? Ik zie een kist. Maar oh nee, pas op dat je niet wordt geschoten door het kanon hier zo. We hebben het kanon ontweken en we mogen de schat gaan pakken. En als je goed luistert, dan hoor je ook piratenmuziek. Ja, voor deze persoon hierachter is het iets minder goed afgelopen. Die heeft het niet echt overleefd, jongens. En zo probeer ik altijd op mijn eiland van die kleine plekjes te maken die heel speciaal zijn en heel knus aanvoelen. Ik heb hier ook van die gouden spikkeltjes op de grond om het nog even af te maken. Dus ik wil meer van dit soort dingen gaan bouwen. Yo, Joey, my man, what up? Hoi, Dora. Hoe gaat het met jou vandaag? Je vindt de papieren lantaarn mooi? Nou... Nu je het over papieren lantaarns hebt, die heb ik inderdaad veel op mijn eiland staan. Want ik vind dat wel een van de mooiere dingen om je eiland te verlichten. Samen met die paddenstoelen natuurlijk. En die paddenstoelen die heb ik ook hier weer gebruikt op dit stukje. En met dit stukje heb ik mijn dorpje eigenlijk verbonden met de plek waar mijn Nook's Granny staat. Dus dan loop je lekker hier doorheen over dit paadje zo langs de bomen. Lekker knus, gezellig. En dit is zo'n manier hoe ik eigenlijk heel mijn eiland wil gaan vormgeven. Dus nu zijn we hier bij Nook's Granny en bij het gemeentehuis. Maar die wil ik eigenlijk vanaf een andere kant laten zien. Want mijn dorpje is dus niet alleen verbonden met Nook's Granny. Nee, als je hier naar rechts gaat in plaats van naar links, dan kom je hier terecht. Bij deze mooie lantaarnpaaltjes. En dan moet je de brug oversteken naar het gemeentehuis. Zie je opnieuw lantaarnpaaltjes. En hier hebben we dan de microfoon staan, waar Tom Nook natuurlijk altijd het woord kan doen als hij weer een belangrijke mededeling heeft voor het eiland. Dames en heren, vandaag spreekt uw eilandwoordvoerder Rikachu. Er zijn geen mededelingen. En als we dan hier naar boven gaan, dan heb ik hier nog 2 vette dingen. Je ziet het hier al, een menukaart. En mensen die altijd mijn streams komen kijken op Twitch, die weten dat ik onwijs van sushi hou. Dus ik heb hier gewoon lekker een sushi tent gebouwd. De chefs die staan hier achter de toonbank lekker sushi te maken. Hier kan je alvast een kreeft uitzoeken als je trek hebt in kreeft. Hier een sausje en een theetje. En ondertussen je zwemmen de vissen je tegemoet. Ja, misschien is het wel een beetje sadistisch. Maar hey, ik moest gewoon een sushi tent hebben op mijn eiland. En als we de sushi tent uitlopen, dan komen we hier terecht. En hier kun je gewoon een lekkere beach party houden. Een strandfeest. Kijk, dat is Hugh ook aan het doen. Hallo Hugh. Jij gaat lekker ijs maken. Je zet gewoon room buiten en dan wordt het vanzelf roomijs. Geniaal. Kijk, KK Slider, die speelt natuurlijk niet alleen gitaar.
Die is ook DJ. En daarvoor heb ik hier een speciale KK Slider Booth gemaakt. Met een patroontje voor hem op de achtergrond. En daarbij zijn KK logo op de DJ booth. Links kan je lekker fruit happen. Overal is lekker gezellig muziek. Hier kan je lekker chillen bij een groot vuur. En hier kan je lekker in bad. Dus voor ieder wat wils op deze beach party. Ik ben benieuwd jongens. Ik hoop dat jullie een klein beetje inspiratie krijgen van mijn eiland. Ik doe namelijk heel erg mijn best om dit leuk en knus te maken. En na zoveel uur mag je ook wel wat verwachten natuurlijk. Waar ik op dit moment mee bezig ben en dat is nog niet af is als we naar boven gaan. Een digging site. Een plek waar fossielen worden opgegraven vlakbij het museum. Ik moet dit bovenkant hier nog helemaal aankleden. Maar de onderkant is dus al klaar. Je ziet daar een camera en een schep en fossielen en een werkbank. En allemaal andere dingen die zijn opgegraven. En dat hoort natuurlijk bij het museum. En wat ook bij het museum hoort, dat is natuurlijk deze Jurassic Park scène hier. Compleet met Jurassic Park bordje. En de Tyrannosaurus Rex op de achtergrond. Oh, en ik ben nog één ding vergeten. Mijn campsite, die is hier helemaal leuk ingericht met allerlei attributen. Maar toen het Halloween was, toen heb ik hier achter de campsite echt een Halloween thema gemaakt. Compleet met koets en grasstenen en lampionnetjes en een geheim paadje hier zo. En dat geheime paadje leidt je dan naar het geheime strand waar Red wel eens komt met zijn schip om nepkunst te verkopen. Dus dat was eigenlijk in een paar minuten mijn eiland. Ik ben heel erg benieuwd wie jouw favoriete Animal Crossing karakter zijn en wat je de vetste plek vond op mijn eiland. Wil je vaker Animal Crossing zien? Kom dan zeker even kijken op Twitch. Doe een duimpje omhoog. Laat wat leuks in achter in de reacties. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je op Twitch of gewoon bij de volgende video. Mazzel!